Hi Bas Schutter, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 13. En het is van maandag 27 maart tot en met zondag 2 april. Dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Bas Schutter alsof deze week een week is waarbij er eigenlijk voor allerlei zaken bij je kunnen gebeuren. Het lijkt een beetje wat van A naar B te schieten en ook weer terug. Het is wat wispelturige week, dat lijkt het deze week te zijn. En vooral omdat je eigenlijk met je gevoelens aan de slag gaat. En ja, gevoelens zijn niet altijd rationeel, hè, zullen we maar zo zeggen. En dat zul je deze week ook merken. En het kan dus ook betekenen dat je daardoor eigenlijk allerlei andere zaken tevoorschijn gaat halen. Uiteindelijk heb ik het gevoel dat je tevreden de week zal gaan afsluiten. Maar deze week kan zeker wat momenten hebben waarbij je echt zelf denkt van, ik weet het eigenlijk helemaal niet zo goed. Waarom zeg ik nu het een en doe ik het ander? En wat doet het dan eigenlijk met mijn gevoelens? En dus het is echt een stukje wat deze week ook heel erg goed is om bij jezelf echt even stil te staan op het moment dat je merkt dat je wat aan het schommelen bent over gedachten. Want het kan gewoon betekenen dat op dat moment nog niet helemaal zeker is en dat er gewoon wat emotionele zaken of hormonen aan het schommelen zijn waarbij je deze week net even wat meer aan het stoeien bent dan normaal. Dat is weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.